Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je al aan de titel hebt kunnen zien, ga ik vandaag een nieuwe vintage stijlbox unboxen en aandoen. Ik ben zo benieuwd en ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb dit al één keer eerder gedaan, dat is deze video. Mocht je die video nog niet hebben gezien, ik zal deze video hieronder even linken in de beschrijving. Dus dit keer opnieuw van dezelfde styliste. Een vintage stylebox. Ik heb deze doos ontvangen. Ik ben zo benieuwd. Ik zal alle informatie over de stylebox, hoe ze te werk gaat, hieronder in de beschrijving zetten. Zodat je dat op je gemak kunt teruglezen. Dus laten we het samen openmaken. Lieve Romane, super leuk dat ik weer een box voor jou mag samenstellen. Hierbij een fall-winterbox die echt voor de wat koudere dagen is. Voor deze outfits heb ik vooral je Pinterest-board als inspiratie gebruikt. Qua kleur en stijl. Dit is het Pinterest board wat ik naar haar heb gestuurd. Alles wat ik voor je heb uitgekozen is tweedehands en één item is vintage. Alle items die bij één outfit horen liggen samen in een pakketje. Maar voel je ook vrij om daarna te mixen en matchen met items uit je eigen kledingkast. Outfit 1 en 2. Jongens, vinden jullie het ook zo spannend? Ik wel. Oeh. Oh, wauw. Dit zijn zo mijn kleuren. I love it. Let's go! Voor outfit 1 zou ik het witte colletje dragen met daaronder de flared broek en een bruine spencer. Ik kan me voorstellen dat de broek voor jou wat te lang is. Dus ik zie de outfit voor me met enkellaarsjes met een hakje of laarzen met iets van een plateauzool als je die hebt. Oh, dit is het! Volgens mij. Hoe leuk ingepakt. Om van outfit 1 naar outfit 2 te wisselen hoef je enkel de broek te vervangen door het rokje van de Bershka. Oké, dus blijkbaar zit hier dus ook een rokje in. Dit is de broek. Ja, dit wordt een lange. Oh no. Dit is echt veel te lang. Oké, we gaan deze wel gewoon proberen. Het is echt een hele mooie kleur broek. En hij heeft dus flared pijpen, wat ik echt super mooi vind. Ik kan deze altijd natuurlijk nog laten innemen. Hier, het rokje voor de tweede outfit. Super leuk. En dit heeft zo'n corduroy stofje. Super mooi. Helemaal een kleur. En dan zie ik deze witte kooltrui. Simpele witte kooltrui, altijd goed. En dan deze spencer. Toevallig heb ik vandaag ook een spencer aan. Hele mooie kleur. Ik heb nog niet deze kleur. Ik heb nu de kool aan en de broek. Ze zitten allebei heel erg lekker. Alleen de broek. De broek is echt te lang. Verder past hij wel heel erg mooi. Hij sluit echt heel goed aan. Alleen helaas dus te lang. Dus daar moeten we heel eventjes niet naar kijken. En nu alleen nog met deze. Oh, wat cute. Oh, dit is wel echt heel leuk. Ik vind sowieso die spencer heel erg leuk. En de coltrui is ook super lekker. Ik weet niet of ik het zo snel op zo'n broek had gesteld. Maar I like it. Wat vinden we? Ik dacht eerst aan dit zwarte tasje. Alleen, deze is bruin. En ook vintage. Deze is, oh, echt chic. Dit is me wel looky hoor. Ja, heel cute. Dit is de eerste outfit. Ik vind het cute. De broek zit echt heel erg lekker. Dus ik ga hem zeker innemen. En ik vind het ook heel erg leuk met van die gouden statement oorbellen. Op de camera lijkt deze iets meer bruin-oranje. Het is wel echt meer bruin. Het allerbelangrijkste met outfits vind ik dat het gewoon comfortabel moet zitten. En dit zit zo lekker. Ik denk dat het trouwens ook wel heel cute is. Met een knot. Ik heb deze beetje zo fluffy-achtige scrunchie. Letterlijk dezelfde kleur als de Spencer. Dit is het look toch? Ja. Dit is de eerste outfit. Nu hoef ik alleen maar de broek om te wisselen met het rokje. Ik vind deze vibe heel erg leuk. Vooral met bijvoorbeeld Dr. Martens eronder. Ik ga ze niet nu met Dr. Martens aandoen, want ik ben vanochtend in de schijt gestapt. Dus dat ga ik even niet doen. Ik moet ze nog schoonmaken. Dus gewoon in een emmer met water gedaan. In de hoop dat ik niet te veel hoefde. Nou, je snapt het. Ik zou hier niet zo snel deze twee kleuren met elkaar matchen. Daar moet ik wel een beetje aan wennen. Het rokje kan net. Het kan echt net. Laat me alsjeblieft weten wat jullie van deze kleurencombinatie vinden. Ik zou misschien niet zo snel durven. But it's cute. Ik denk dat ik het eerder
zou doen zonder Spencer. Alleen dan is het natuurlijk wat simpeler qua outfit. Ik heb nu mijn kettingen erboven gedaan. En dat maakt het al gelijk wat leuker. Dit is wat meer simpelere look. Met Spencer is het echt gewoon fashion, vind ik. Ik hou echt van corduroy stof. Ja, helemaal leuk. Maar je moet niet gaan bukken. Maar het is niet te kort of zo. Dit was dus outfit 1 en 2. Wel echt hele leuke items. Dit samen met de Cole en de Spencer op zo'n mom jeans is ook echt heel erg leuk. Deze is echt super zacht. Daar ben ik ook heel blij mee. Ook deze is heel comfortabel. Outfit 3. Voor outfit 3 zou ik de beige sweater dress dragen met een vintage leren jasje. De sweater dress is een maat XS, maar valt oversized. Het jasje zal bij jou ook iets oversized zijn. Je mooie tasje er weer bij en de outfit is af voor dit herfstweer waarin het nog niet super koud is. Verschillende structuren zoals het gladde van het leer en het gebreide van de jurk staan vaak heel mooi bij elkaar. Vooral als de kleuren goed op elkaar afgestemd zijn. Oh, wauw. Oh, dit is de kleur van het leren jasje. Dit is echt geweldig. En dit is de kleur van de sweater dress. Dit voelt ook echt super nice aan. Oh, ik vind het nu echt al helemaal leuk. Ik denk dat ik deze outfit zo leuk ga vinden. Oh, I love it. Look at her. Kijk even naar deze beauty. Wauw. Ik wil hem heel even nu al passen. Ik snap niet. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet hoe zij dit voor elkaar krijgt. Hij flirt mouwen. Nee. Oké, sorry. Oh my god. Dit leren jasje zit echt perfect. Letterlijk perfect. Hoe doet ze dit? This girl. Wat moet ik zeggen? Ik moet nog deze sweater dress aan. Momentje. Sweater dress komt eraan. Ik ben echt iemand die in de winter vaak geen zin heeft om helemaal van die moeilijke outfits te gaan doen. Dus in de winter draag ik heel vaak gewoon sweater dresses. Dit is leuk. Dit is echt heel leuk. Wel een beetje warm voor nu. Oh ja. Dit is zo leuk. Deze jas is sowieso echt nu al een van mijn favoriete vintage leren jassen. Wat ik dus echt heel erg nice vind aan deze outfit is dat het zo simpel is. Ik vind het ook echt heel erg leuk. Bijvoorbeeld voor een date night of zo. En dan gewoon met Dr. Martens. Dat het toch wat stoere. Het jurkje dan toch een beetje zo vrouwelijk. En dan door leer. Ja. Oh. Het is wel echt bloedheet. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ze heeft het weer geflikt. Ze is zo'n goede stylist. I love it. En dit laat ook echt zien hoeveel je gewoon met tweedehands kleding kan doen. Dit is gewoon allemaal tweedehands. Ik ben zo blij. Dit was dus outfit 3. Dan outfit 4. Voor outfit 4 zou ik de witte blouse van Ethan dragen met de Spencer erover als jurk. Zou je hier nog iets onder willen dragen, kan dat. Maar volgens mij is de Spencer lang genoeg. Tasje erbij, laarzen eronder en misschien die mooie crème nude winterjas die je hebt erover. En you're done. Zoals ik al zei, zijn dit weer items die je ook prima met elkaar kunt combineren. En natuurlijk ook met items uit je eigen kledingkast. Er zit nog één pakketje in. Dit is dus de blouse en dus zo'n Spencer, maar dan als jurk. Wat een mooie blouse. Echt een hele mooie kwaliteit blouse. Hij voelt ook heel zacht aan. Volgens mij is deze blouse al een jurk, joh. Oh, wat leuk. Heel leuk. Dus dit is eigenlijk ook zo'n Spencer, maar dan als jurkje. Zoiets stond ook echt op mijn Pinterest board. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Ik heb dit nog helemaal niet in mijn kledingkast, dus de blouse zit echt zo lekker. Echt een hele fijne stof. De Spencer eroverheen. Ook deze vet fijne kwaliteit. Oh, wauw. Wauw. En dan dit moet natuurlijk eroverheen. Jongens. Ja, doei! Dit is me toch een outfit.
Deze outfit is weer super comfy. Alleen weer zo stylish. Ja, dit is echt een favoriet outfit. Girl, dit lijkt me ook weer echt super leuk met Dr. Martens. Ik heb ook nog van die lange boots. Dat zal ik nog even proberen. Lange boots gekocht. Ook in een vintage winkel met zo'n vierkante voorkant. En ik moet gewoon even proberen of dit bij elkaar staat. Ja! Ja! Wat moet ik nog zeggen hierover? Ik weet het niet. Maar dit is toch echt een super mooie outfit. Nu kan ik eindelijk deze super mooie boots dragen. Die echt aan het stofhappen zijn in mijn schoenenrek. I love it. We sluiten af met echt mijn favoriete outfit. Dit tasje erbij. Ja. Ja. Deze chick is zo goed. Ik heb even een beetje nodig. Weet wat ik ook erg leuk vind? Dat dit lekker oversized is. Het is echt de perfecte blouse voor mij. Ook een super goede lengte. Ik ben echt weer super surprised hoe goed dit weer is gelukt. Ik ben heel erg blij met de items. Het enige wat niet past is de flared broek. Die kan ik of aan iemand anders geven of gewoon laten vermaken. Dat is echt gewoon geen probleem. Dit zijn echt mijn favoriete items. En ook deze leren vintage jas. Ze zegt ook nog over deze outfit. Je zou bijvoorbeeld de blouse met de broek en het leren jasje, ja, kunnen combineren. Of de kooltrui met het leren jasje en het rokje. Of elke andere combinatie die je maar kan bedenken. Ik hoop dat je blij met alles bent. Mocht er nog iets niet passen, kun je het natuurlijk aan iemand anders doorgeven. Heel veel plezier met de items. Je kan met deze items zoveel. En dat vind ik dus heel erg leuk. Dat ik nog hierna deze items kan combineren met allerlei andere outfits. Ik denk dat het ook heel erg leuk is om een fall outfit video te maken. Laat hieronder even weten of jullie dat ook leuk lijken. Ga haar volgen. Ga een box bij haar bestellen. Want het is nu de tweede keer dat ik zo ontzettend blij ben met de items. Het is echt sick. Het was ook precies eigenlijk de vibe, zeg maar, van mijn Pinterest board. Ga het checken. Ik ben hier zo blij mee. Keep going, girl. Want ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Check de beschrijving voor alle informatie over de vintage stijlboxen. Abonneer ook vooral op mijn kanaal als je meer video's van mij wilt zien. Ik upload elke donderdag en elke zondag. Dan zie ik jullie weer in de volgende video.